Als je dat over je schouder gooit, brengt het geluk. Oh, ah, oh, op mijn hoofd. Oh, oh, wie heeft dat gedaan? Oh, oh. Truf, truf, dit hoefijzer zal jou geen geluk brengen. Ik kom eraan. En 10 kilogram. Hoe is het mogelijk? Ja, dat zal wel. Met mijn petje op. Hé, hey, wat heb jij daar? Een stuk chocola voor de verjaardag van meester Kwel. Het lievelingetje van de meester. Een stuk chocola kopen voor zo'n griezel. Hm? Oh, dag griezel. Meneer Kwel, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Mm-mm. Proficiat, meneer Kwel. Oh, dankjewel, jongeman, dankjewel. En? Krijg ik van jou ook een cadeautje? Een aansteker. Een aansteker? Wat een pracht cadeau. Simpele lucifer, hè? De beste aansteker die er is. Internaat Dennenheuvel. Het deftige opleidingsinstituut waar men, met wisselende resultaten, van domme jongetjes slimme heren probeert te maken. Het Romeinse Rijk. Daar gaan we het vandaag eens uitgebreid over hebben. Het Romeinse Rijk. Het is niet mogelijk een bepaalde datum aan te duiden voor het begin van het Romeinse Rijk. De expansie begon reeds in het Republikeins tijdperk. Eerst door de verovering van Italië, daarna van het westen en het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Onder Trojanus bereikte het Rijk zijn grote uitbreiding. De Romeinen wisten deze gebieden te veroveren dankzij de kracht, tucht en eenheid van hun legioenen. Na Servius Tullius wordt het gehele volk in 193 centuriën verdeeld, waarvan de eerste 18 de ruiterij vormden. De andere de infanterie of legio. Alle burgers van 17 tot 60 jaar, behalve de proletariërs, waren in geval van oorlog tot krijgsdienst verplicht. De Romeinen waren zeer goede en gedisciplineerde soldaten. Het waren allemaal goede atleten. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. En jij vooral, dikkop. Au! Meester! Wat is dat? Dat rotjong heeft mij geslagen. Zomaar, zonder reden. Ik deed niks. Wie? Billy? Wacht eens even. Ik kom eraan. Dus jij hebt geslagen, Turf. En zonder reden, meneer. Die jongen daast.
Die jonge man vergist zich. Hoor je het dus ook eens van meneer Kwel? Verdulle me, ik corrigeer alleen jouw uitspraak. Nou vooruit, Billy, heb jij geslagen? Zeker weten van niet. Er zat een vlieg op zijn gezicht en die heb ik gevangen. Dat liegt hij, dat liegt hij. Billy? Het corpus delicti, meneer. Warempel, een vlieg. Kees, hou die smoesjes voortaan bij je, hè? Maar meneer... Wil je 100 strafregels hebben? Nee, meneer. Verdulle me. In mijn klas heerst rust. Als er iets te bazelen valt, doe ik dat. Zoals ik al eerder zei... De Romeinen wisten hun lichaam op peil te houden. En dat bereikten ze niet door vliegen te vangen, meneer Turf. Knoop dat achter je oren. Hun lijfspreek luidde... Mens sana in corpore sano. Vertaal, Turf. Nou, hoor ik nog wat? Mens sana in corpore sano. Nou. Met melk meer mans. Had ik niet gedacht, hè? Wat? Wat is dat voor onzin? Het heeft iets met het lichaam te maken. Nou, heb ik gelijk of niet? Juist. Een gezonde geest in een gezond lichaam. En dat geldt ook voor de tegenwoordige mens. Wij moeten ook weer ons lichaam in conditie houden. En daarom stel ik voor om vanmiddag een veldtocht te houden. Nou, moe. Het is nou al te warm. Geen commentaar, hè? Meneer Kwel. Ja? Zeg het maar, Turf. Dus dat was een voorstel? Jazeker. Voorstel afgewezen. Ik stel voor om naar de theetuin te gaan. Huh? Turf, jij... Ja, hier. Vanmiddag sta jij en de anderen in Sportenu op het voetbalveld. 5 kilometer lijkt mij wel haalbaar. Ik ga ook mee, op de fiets natuurlijk. Ik zal een pittig tempo aanhouden. Ik zal het luie zweet eruit krijgen. Intussen ga ik nu eerst even naar de directeur. Jullie gaan een opstel maken. Keuze uit de onderwerpen. Sport. Mijn leraar. Een mooie zomer. Vooruit, schriften op tafel. En niet stiekem zitten kletsen als ik weg ben. Kwel ziet alles. Kwel hoort alles. Kwel weet alles. Aan het werk. Opstel aan mijn neus. Ik ga lekker een tukkie doen. Ja, binnen. Ah, Kwel. Kon je even weg uit de klas? Ik heb het razend druk. Internaat Dennenheuvel. Wie moet u hebben? Nooit van gehoord. Toedeloe. Moest een zekere Uilemans hebben. Wie heet er nou Uilemans? U, meneer. Verrip, dat is waar. Met Uilemans? Niemand. Wat zijn de mensen tegenwoordig toch ongeduldig. Wat kwam je doen, Kwel? U heeft me laten roepen, meneer. Oh ja? Mm-hmm. Waarvoor? Ja, dat weet ik ook niet, meneer. Wel, je krijgt een slecht geheugen. Take a seat. Ja, met Uilemans. Met wie heb ik het genoegen? De deurwaarder. Oh, dat vind ik niet zo'n genoegen. Ja, nee, dat... juist, maar... Nee, ik ben er niet. Probeert u het straks nog eens. Misschien ben ik dan wel terug. Sorry, Kwel. Alles zit me tegen. Toen ik vanmorgen wakker werd, stond ik rechtop in mijn bed. Zeker een nachtmerrie gehad, meneer? Nee, ik was vergeten te gaan liggen gisteravond. Kan voorkomen. Rijd ik hierheen, krijg ik een bekeuring wegens te hard rijden. Waarom deed u dat dan ook, meneer?
Stomme vraag, Kwel. Mijn benzine was bijna op. Dacht ik, laat ik maar hard rijden, kom ik tenminste nog op het internaat. Maar de zaak, de school staat er slecht voor. Dat is niet zo mooi, hè? Scherp opgemerkt, Kwel. Mijn buurman, man woont toevallig naast me. Oh, de mijne ook? Oh ja? Ja. Die werkt op een bank en heeft me aangeraden om een hypotheek te nemen. Wat zou je doen als je in mijn schoenen stond? Ik zou ze eens goed poetsen, meneer. Bedankt voor het advies. Geen dank, meneer, maar ik moet nu gauw terug naar mijn klas. Toedeloe, Kwel. Toedeloe. De eerstvolgende salarisverhoging kun je wel vergeten. Die Kwel lijkt al gek met zijn 5 kilometer. Huh? Daar heb je hem. Zo, jongelui. Daar ben ik weer. Allemaal ijverig gewerkt? Ja, meneer. Natuurlijk. Zelfsprekend. Mijn opstel is al bijna af. Het is niet te geloven. Is die jongen in slaap gevallen? Turf! Turf! Wat doe jij daar? Present, meneer. Ik zat net over een zwaar wiskundig vraagstuk. Jij sliep, turfsteker. Je ronkte als een oude vrachtwagen en je ogen waren gesloten. Ik sliep niet, meneer. Ik luister beter met mijn ogen dicht. Mijn grootvader Zebedeus Jacobus Turf... Jij sliep, turfsteker. Nee, echt niet. Mijn ogen vallen wel eens dicht. Kwestie van te zwaar gebouwde oogleden. Familiekwaaltje, snapt u? Familiekwaaltje. Mijn zuster. Had die dat dan ook? Wie had wat? Uw zuster. Ik heb helemaal geen zuster. En zojuist zegt u zelf dat... Dat is een uitdrukking. Eigenlijk wel een geluk voor die zuster, hè? Welke zuster nou weer? Zeg op. Die u niet heeft. Genoeg. Hou op over mijn zuster. En zojuist zei u dat u geen zuster had. Turf, hou op. Je maakt me gek. Waaraan heb ik jou toch verdiend? Nou, moe, is het mijn schuld dat u geen zuster hebt? Zwijg. Jij sliep dus niet tijdens mijn les. Ikke? In uw les? Nooit. Nee. Goed. Kom dan maar hier. En lees je opstel voor. Schiet op. Ik ga je bil. Hou je bil. William Pieter Turf, de vondel van Denheuvel. Lees zelf maar voor. Hardop en duidelijk. Ja. Mijn leraar. Zijn naam is Johannes Cornelis Bartholomeus Kwel. Van woede springt hij af en toe haast uit zijn vel. Zijn neus lijkt op een banaan. Zijn gezicht lijkt wel een volle maan. Tja, zijn... verder lezen. Maar, Lees toch maar verder. Maar meneer... Verder! Zijn tanden zijn zo groen als gras. Doorgaan. S'nachts zet hij ze in een waterglas. Hij loopt op 2 enorme schuiten. Zo'n grote maat kost heel wat duiten. Hij is een pieper uit de klei, maar... Doorgaan! Hij is een pieper uit de klei. Een aap is er een schoonheid bij. Zou je hem ooit ontmoeten... Maak je dan heel snel uit de voeten. Ah, dat zal jou niet lukken. Nee. En nou vooruit. Bukken. Nee. Oh. Bukken. Nee. Waarachtig. Ik voel het.
Het lukt. Ik zal ze eens wat laten zien. Kwel zet ik voor gek in zijn eigen klas. En Mina, griebeltjes, die geeft me zoveel te eten als ik wil. Gouden tijden naderen, William Pieter Turf. Ga weg, stomme idioot. Met dat lelijke gezicht van je. Wat zeg jij daar, Turf? Meneer Kwel, bent u het? Ik dacht dat het een ander idioot was. Zo, dacht jij dat het een ander idioot was? Ja. Wat was je aan het doen? Aan het studeren, ijverig als altijd. Zo, studeerde jij. En wat studeerde jij dan wel? Ijverig als altijd. Over mijn elleboog. Jij ziet, u is nog wat stijf van het tennissen. Lichte longontsteking. Nou ja, ontstekingje. In je elleboog? Ja, familiekwaal. Mijn zuster... En begin nou niet hier over je zuster. Nee, dat was uw zuster. Mond houden. Zijn je strafregels af? Nee, meneer. Dat wil zeggen... Ja? Nee. Dus niet. Ik verdubbel je straf. Morgen vroeg krijg ik 200 regels of jij een pak slaag. En wat betekent dat? Niks. Voor dit 100 regels erbij. Je maakt samen 300 regels. Prettige dag verder. 300? Oh, wacht maar, lelijke bananenneus. Jou krijg ik wel als ik je in de hypnose breng. Zeg, Ben. Moet je horen. Billy oefent zich in hypnose. Die dikke ezel is u veel te stom voor. Hij leest al een paar dagen in een dik boek. Ik heb hem in de gaten gehouden. Daar zit een steengoeie grap in. Zullen we die dikke vilvraat eens te pakken nemen? Doe je mee? Let op. Nu zul je wat beleven. Oh, oei. Wat markeert jou? Billy, heb jij een pijnstiller voor mij? Kom eens even zitten. Oh man, wat heb ik een pijn. Doe vertel eens, wat is er aan de hand? Praat me er niet van. Kiespijn. Dan ga je toch even naar de tandensmid? Nee, dat nooit. Dan liever pijn. Dat is al goed stom. Dat is mijn oma hier. Die hypnotiseerde dat zo wel weg. Griebeltjes. Is dat even bof. Een proefkonijn. Hé, hey, Ben, ik kan ook hypnotiseren. Wat zeg je daarvan? Hou je grootje voor de gek, Turf. Als deze ogen jou fixeren, beheers ik met mijn wil jouw persoonlijkheid. Zo simpel ligt dat bij ons grote denkers. Ik vind alles goed, als ik maar van die pijn afkom. Als ik maar van die pijn afkom. Kom op, ga staan. Kijk diep in mijn pupillen. Heel diep. Ik tel tot 4 en bij 4 val jij in slaap. 1, 2, 3, 4. Luister goed. Jij bent de slaaf van mijn wil. Je kiespijn is verdwenen. Ik tel nu terug tot 1 en dan voel je niets meer. 4, 3, 2, 1. Ontwaak. Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Waar ben ik? En hoe is het met de kiespijn? Kiespijn? Weg. Helemaal weg. Een kleinigheid voor Maestro Turf. Ongelooflijk. Ja, en wacht maar tot ik Kwel te pakken krijg. Kwel? Dat durf je niet. Turf, met zijn roestvrij stalen wil, durft alles. Dat moet ik de andere jongens gaan vertellen. Ja, doe dat. En nog bedankt, hè, Bill? Een klein beetje reclame. Dat is nooit weg. Jongens, geloof me nu maar... Billy kan hypnotiseren. Hypnotiseren? Nee, nee, het is geen flauwekul. Hij is geweldig. Ach, misschien zijn er wel betere hypnotiseurs.
Ja. Maar dat zullen er niet veel zijn. Is eigenlijk niet mijn verdienste. Maar ik heb nu eenmaal een aangeboren roestvrij stalen wil. En de nodige persoonlijkheid. Ja, ja. Voor hem. Hela, wat moet dat hier? Iedereen op zijn plaats. Jij op die lessenaar, hoor je niet goed? Turf. Wat? Wat zei jij daar? Ik zei hoi, oftewel how are you, bonjour, guten tag, grüß Gott. Smijt maar in je bed en zoek het je thuis maar uit. Wat? Hoe durf jij? Onmiddellijk naar je plaats. Onmiddellijk, zeg ik. Nou, ik heb geen haast. Nou, wat? Hoor ik goed? Nou, je flappen zijn anders groot genoeg, ouwe jongen. Ouwe jongen? Ik kan toch moeilijk jochie tegen je zeggen? Stilte! Heb jij je strafwerk gemaakt? Nou, geen tijd gehad voor die flauwe kul. Ben jij wel goed bij je hoofd, turf? Doe niet zo dom, kwelletje. Oren bedriegen me. Is het je in je hoofd geslagen? Sst, kop dicht. Niet gapen, oorschuur dicht. Ik ja. Droom? Dat kan niet. Ik droom? Waffel dicht, kwel. Je staat onder mijn invloed. Ik ben hier de baas. Bananenneus. Wat? Bananenneus? Zwijg, slomen. Pak die prullenbak. En zet hem op je bolle hoofd. Op mijn hoofd? Doof is hij ook nog. Doe wat ik zeg. Je bent de slaaf van mijn wil. Slaaf van jouw wil? Wacht eens, vriendje. Ziezo. Jij krijgt het pak slaag van je leven. Griebeltjes, meneer. Bent u niet onder hypnose? Bukken, turf. Nee, meneer. Bukken. Nee, meneer. Het is een vergissing. Liggen. Nee, meneer. Liggen. Sla, meneer. Nee. Kop nee, dicht, meneer. Ouwe, oh. Nou. Ja, een, au, twee. Au. Nee. Niet doen. Nee. Hé, zeg. Een roestvrij stalen wil heeft hij. Het is te hopen dat hij ook een roestvrij stalen achterwerk heeft. Daar was laatst een meisje los. Die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatst een meisje los. Die wou gaan varen. Zeg Mina, weet jij dat Berry Turf in jouw provisiekamer zit? Wat? Ja! Zo, wat heb jij nou weer uitgevreten? Zin in een snoepje. Huh? Je moest je schamen. Kom op. Zelfs in zijn broekspijp heeft hij het verstopt. Nou. In die andere pijp ook. Oh. Nou. Ik zal jou eens graag die streken willen afleren. Laat dat maar aan mij over, Mina. Ja, maar ik nam hem eens graag onder handen. Laat dat maar aan mij over. Dan mijn keuken uit. Kom op, vriendje. Ik zal je snoepen. Wacht maar eens. Ach, collega, hebt u een vuurtje voor mij? Hou vast. Dank u, dank u. Turf, turf, blijf staan. Staan blijven, zeg ik. Kom maar. Turf! Zo. Ho, mannetje. Wat heb ik je geleerd? Nooit iemand met een bril slaan.
Even wachten. Ja, oh! Ja! Mee? Stom, stom als kuiken. Doe iets. Haal een touw of help me, help! Schiet een beetje op of ik val te pletter. Komt voor mekaar. Komt dik voor mekaar. Meneer Kwel. Moet je nou alweer? Niet weggaan, hè? Stom joch, maak voort. Schiet toch op, jongen. Schiet toch op. Ik hou het niet meer. Turf, waar blijf je? Turf! Hier. Pak vast. Ziezo. En nou rustig blijven. Met turf in de buurt hangt u altijd goed. Hijsen. Doe eisen, jongen. Doe trek wat je kan. U is veel zwaarder dan ik dacht, meneer Kwel. Niet kletsen, Billy. Trekken. Trek. Doe nou je best, Billy. Laat Kwel niet in de steek. Doe. Wat bent u zwaar, meneer Kwel. Wacht. Ik zal in mijn handen spugen. Nee! Nee! Hey, kon u nou niet even wachten? U zegt toch zelf altijd, geduld is een schone zaak? Mijn tijd komt nog wel. Wat doe je nou, Kees? Die dingen zijn veel te gevaarlijk. Maar meneer... Niet zeuren. Hier met die rolschaatsen. Aan je huiswerk. En nu meteen. Opschieten. En denk eraan dat ik kom corrigeren. Zo, nou, rolschaatsen. Dat heb ik altijd al zo graag willen doen. Ja, nou, voor een sportieve jongen als ik is dat natuurlijk een koud kuntje. Zo. Ha ha ha!
Wat kan ik voor u doen, meneer? Een rolletje drop graag, kan dat? Dat kan. 1, 2, 3. Grote puinhoop, waardeloos. Meneer, u vergeet iets. Het is theetijd. Dat is correct. Ik ga thee drinken en jullie blijven dooroefenen. Billy, kom jij eens hier. Je hebt tenminste nog een tikkeltje muzikaal gevoel in dat bolle lijf van je. Jij dirigeert en denk eraan. Ik kan jullie horen. Vooruit. Partijtje te blazen, hè? Ach ja, ik heb er behoorlijk de wind onder. Al zeg ik het zelf. Ga je thee drinken? Dat was althans de bedoeling, ja. Ja, ik kom ook zo. Ik ga nog even naar mijn kantoor. Tot dan, collega. Nou, u. Wel, hier en ginder. De hele theetafel is leeggeroofd. Dat moet er geweest zijn. Onmogelijk. Die zit zijn muziek te repeteren. Maar jij weet maar nooit bij dat jong. Ik ga toch eens controleren. Zeker is zeker. Billy! Hartstikke goed, Billy! Oh, Billy, dat is een goede tijd! Jongen! Oh. Ja. Pak maar, jongens. Het moet op, hè? Hier. Pak. Hier. Erik, ga je kijken of de snor komt? Jo. Hier.
Hé, Billy. Pak maar, jongens. Moet allemaal op, hè? Jongens, daar komt de snor. Schiet op. Weg met die spullen. Doe nou. Weg. Turf? Waar is Turf? Present, meneer. We hadden net even pauze. Ja. Even uitblazen van het blazen. Zeg, meneer Snorkel. U is al gauw terug, meneer. Ja, een of andere onverlaat heeft de theetafel leeggeroofd. Het is toch niet waar? Er is tegenwoordig niemand meer te vertrouwen. Zeg jij daar. Geef eens een lage E. Nou, hoor ik nog wat? Het gaat niet, meneer. Kom op, jongen. Stel je niet aan. Blaas. Het lukt niet, meneer. Het lukt niet, het lukt niet. Wat is dat voor nonsens, Billy? Laat jij eens even horen hoe het moet. Eens kijken. Vooruit, Turf. We hebben niet de hele dag Turf tijd. Turf moet er weer bij komen. Opgelet, meneer Snorkel, komt-ie. Kom op! Hierop te zeggen. Hè? Ik? He? Ja, jij. Smakelijk eten, meneer. Ja, Mina. Waar blijft dat water nou? Oh, is Billy ermee onderweg? Had je geen betere kunnen vinden? Ja, ik weet dat je het druk hebt, ja. Meen je dat ik het leuk vind om hier met zo'n zware kou te zitten? Ja. Ja, binnen. Gunga Din, de waterdrager, meldt zich bij Sahib Kwel. Het zal tijd worden ook. Nou, vul nou maar gauw bij. Zo. Hé, hey, wat doet u? Dat water is gloeiend heet. Heet? Hè? Heet? Heet? Nooit goed. Nooit goed? Doe jij ooit wel eens iets goed? Nou, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Heb jij wel eens een goeie? Ja, op dat kastje daar ligt een doosje met pilletjes. Geef me er eens een. Grote genade. Een slechte dag noemt hij dat. Iemands voeten van zijn lijf branden. Waar? Daar. Kijk nou toch uit je doppen. Die? Juist, ja. Vang. Ja, wat doe je nou weer? U moet meer aan handbal doen, meneer. Hé, ja. Schuif eens naar voren. Vooruit, niet zo sloom. Naar voren. Ik heb hem. Ik heb inderdaad mijn dag vandaag niet, meneer. Wat ga je doen? Ja, de brandzalf halen, meneer. Jongen, is dat alles wat je te zeggen hebt? Tja, toepasselijker zou zijn. Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten. Ja. Uw pilletje, meneer. Nooit goed. Altijd maar mopperen en nog eens mopperen. Oh, meneer Kwel.
prettige dag verder. En zo verstreken de dagen op Dennenheuvel. De rust is ongewoon. Het wordt hoog tijd dat er weer eens wat gaat gebeuren. Bananenschil. Wat? Wie heeft die bananenschil hier gegooid? Dat was mij. Dat was mij? Mm-hmm. Dat was mij? Krijgt de Nederlandse taal weer een opdonder? Dat is geen goed taalgebruik, Turf. Hoe moet het dan, meneer? Ik gooide die bananenschil. Oh, dus u was dat? Huh? Wat? Huh? Dus u was dat? Huh? Zo. Dus jij was dat? Huh? Pak op! Oh, je bent. Wat is dat nou? Uw Nederlands taalgebruik is prima. Maar van boksen heeft u niet veel kaas gegeten. Ja? Ah, good day, dear Quell. Buongiorno. Huh? Ja, ik spreek mijn taal ook. Vanmiddag komt barones van Puff tot Pufflentjes. Zij wil haar zoon op onze school plaatsen. Oh, dat is een eer voor ons instituut. Juist. En je begrijpt dat het belangrijk is om een goede indruk te maken. Mm-hmm. Wil jij ervoor zorgen dat Mina een uitgebreide theetafel verzorgt? Ik ga direct het een en ander regelen. Ah, that's very nice, dear Quell. By the way, ik moet vanmiddag even weg. En mocht ik niet op tijd terug zijn, dan wil jij wel de honneurs waarnemen. Oh, komt in orde, directeur. Toedeloe. Arrivederci. Kun je weer even vooruit? Je bent bedankt. Zo, Mina. Jij hebt vast een lekker bakje koffie voor mij. Het is hier anders niet het leger des heils. Jullie moeten de mensen ook altijd lastig vallen. Och, kom op, Mina. Ik zal jou eens een goocheltrucje laten zien. Mm. Kijk. Simsalabim salabim. Voorwerp verdwijn. Roep. Dat is knap. Mm-hmm. Hoe doet u dat? Tja, geheimpje van de kok. Hartstikke goed. Nou, schrapje, Mina. Nee, ik vind trouwens dat u al lang directeur had moeten zijn. Ah, dat ben ik met je eens, maar mondje dicht, dat blijft onder ons. Nou moet u niet zo bescheiden wezen, ik heb u altijd al bewonderd. Oh, een stille supportster. Goochelen kan ik, hè? Dat is hartstikke goed, meneer Quell. Die koffie, die smaakt slecht. Dat zou wel. Die is van gisteren. Huh? Ik wil koffie van vandaag. Dan moet u morgen terugkomen. Hoezo? Dat zijn de orders van de directeur. Bezuinigen. Huh? En als hij toch niets maakt... Tja. Zet meneer, Turf zal wel werken. Zeg Mina, we krijgen vanmiddag hoog bezoek. De barones van Puff tot Puffeletjes. Zou jij eens in willen spannen en een uitgebreide theetafel gereed willen maken? Ook dat nog. Mijn kop staat nou al scheef van de drukte. Huh?
Oh, ik dacht dat dat een geboortefout was. Zeg ik wel. Grapje. Nou, dan kom ons mee naar mijn kantoortje. Dan zullen we eens kijken wat we die poffertjes, barades, voor kunnen schotelen. Puffelentjes, Mina. Ja, puffelentjes, ja, ja. Puffelentjes. Puffelentjes zal me ook een zorg zijn, altijd dat gedonder. Kalm, Mientje, kalm. Een theetafel? Kriebeltjes. Daar moet deze jongens heel goed over nadenken. Hey. Mijn maat. Dag, Baronasha. Als barones op naar de theetafel. Dat door. Ah, meneer Kwel, u moest ik net hebben. Ah. Ik ga even naar de bank en mocht de barones intussen komen, dan weet je wat u te doen staat. Ja, komt in orde. See you later. Si, si, senor. Klopt. Vergissinkje. Toedeloe. Arrivederci. Ah, mevrouw de barones. U is al gearriveerd. Zoals je ziet, jongen. U komt mij bekend voor. Ja, ik heb een bekende naam. Ah, juist. Dat zal het zijn. Mijn naam is Kwel. Oh, dat is dan vervelend voor u. Ja, daar ben je wel aan. Bij gebrek aan iets beters zal dat wel moeten, beste man. Zullen we dan eerst de school bezichtigen? Of wilt u liever van tevoren een hapje nuttigen? Ja, eigenlijk moet ik een beetje aan mijn figuur denken. Maar mevrouw, uw figuur is charmant. Vol slank is toch de mode? Schalkje, schalkje. U doet me pijn. Vleiertje, heeft u wel tijd voor mij? Voor deze schone dame alle tijd van de wereld. U is een scharminkel, meneer Kwek. Pardon? Ach nee, ik bedoel een charmeur, meneer Kwel. Een charmeur. De naam is Kwel. Oh, excuseer, meneer Kwik. Excuseer. Kwel. Mag ik u nu uitnodigen voor een theetafel? Een emmertje thee gaat er altijd wel in. Kom mee, ouwe reus. Er valt toch wel genoeg te bikken, hè, meneer Drel? Natuurlijk, mevrouw. Nou, het zal me benieuwen. Gaat u binnen, gaat u binnen. Dat ziet er niet gek uit, ouwe snoeper. Neemt u plaats, mevrouw. Kom er gezellig bij, Kwast. Kwel. Hoezo? Mijn naam is Kwel. Ja, dat weet ik. Vervelend. Maar moet u zich niets van aantrekken. Nou. Ga zitten. Ga zitten. Ga zitten.
Neem ook eens een hapje, doofle vlerk. Zal maar een hapje nemen. Is het mens tevreden? Hij moest dus weten dat ik het ben. Lelijk mens. Ik heb haar toch vaker gezien. Merkwaardig. De sloom heeft niks in de gaten. Op wie lijkt ze toch? Mooi is ze niet. Maar eetlust heeft ze. Die taart is lekker. Als ik wel er maar niets van wil, laat ik maar doorsmullen. Op is op. Zeg, Stella, is de barones al gearriveerd? Ja, meneer. Die wacht op u, op het kantoor. Oh, mooi. Dat smaakt goed, ouwe rakker. Nou, ik moet zeggen dat u een gezonde eetlust heeft, barones. Ja, zo'n theetafel vult de gaatjes een beetje, hè? Zal ik dan nog voor wat aanvulling zorgen? Als dat zou kunnen. Ik ga direct naar de keuken. Dat koekje pikken we nog even mee. Zonder om te laten liggen. Vertel me. Het is Billy Turf. Die duivelse kwajongen heeft mij te pakken. Maar ik zal hem krijgen. Reken maar. Ziezo, hierheen, alstublieft. En mevrouw de barones, hoe vindt u onze school? Gaat wel, gaat wel. Ik heb nog een heerlijke verrassing voor u. Wilt u mij maar volgen? Ja. Hierheen, alstublieft, mevrouw. Wegwezen, Turf. Maar waarheen? Ik heb een heerlijk theetafeltje voor u klaarstaan, barones. Zo. Gaat u binnen. Hé, wat is dat nou? Geen theetafel gereed? Excuse me. Ik ga meteen voor het een en ander zorgen. Maar gaat u toch zitten? Ik ben zo terug. Ah, wel. Het zou tijd worden. Is dat de taak voor de barones? Precies. Ze krijgt hem midden in haar gezicht. Ben jij gek geworden? Weet je wie dat is daarbinnen? Natuurlijk, dat is de barones van Puftert. Niks. Dat is Billy Turf, verkleed als barones. Shocking. Unbelievable. Geef mij die taart. Ik zal hem. Dat wil ik zien. Heel laat. En dan kom jij binnen. Daar ben ik weer. En heeft de kleine meid lang moeten wachten? Zo, zo. Ons baronesje houdt van taart, hè? Hier dan. Dat is Billy helemaal niet. Nou, u bent een vlegel, hoor, meneer. Zo! En u ook, hoor. Zo. Foei, foei. Nou, Kwel, dat heb je hem fraai geleverd. Ik denk niet dat ze haar zoontje op onze school zal plaatsen. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Halt. Dag, meneer. Opgelet. Nu moet je dus goed naar me luisteren. Ik heb een spiksplinternieuw tweedehands tentje gekocht. En nu wil ik dat jullie, dat is keurig, piekfijn voor mij opzet. Over een uur ben ik terug. En dan wil ik dat het er keurig gestreken bij staat. Is dat begrepen? Beginnen. Komt in orde. Ja, pak aan, joh. Zo. Zo.
Als je hier iets gedaan wilt hebben, dan moet je het zelf maar doen. Van de week. Oh. Ventilatie inclusief gratis. Mina, dat is weer grote klasse, meid. Nee, hier is die niet. Huh? Waar is die nou? Geen idee. Ja. Heb jij Billy Turf gezien? Niet gezien. Ah! Verdraaid! Oh!
Ja, Turf, dat was weer goed mis. Een ware slachting onder het lerarenkorps, om van Mina nog maar niet te spreken. Ja, meneer. Ik had bepaald mijn dag niet vandaag. Dat is wel heel mild uitgedrukt. Mm. Of, dat wordt weer 14 dagen corvée en zonder avondeten naar bed. Oh, nee. Ik weet het niet, Duk. Vorige keer zei je ook dat het een makkie zou worden. Ja. En toen hebben die dikke en die meid ons de fiets in laten lopen. Juist. Ja. En wraak is zoet. Daarom wil ik dat internaat zo graag te pakken nemen. Wat valt er nou te halen? Daar zul je nog van opkijken. Ik weet dat deze week de schoolgelden voor een heel jaar zijn betaald. En dat is een bom duiten. Nou, als jij het zegt. Wanneer gaan we erop af? Vanavond. Kobus, jij zal voor auto en al buiten de wacht. Brink en ik gaan naar binnen. Oké? Oké. Ziezo, die kan er wel weer even tegen. Wacht eens even, jij. Goed werk, Blinkie. Wat doen we met hem? Oh, laten we hem naar zijn nest brengen. Voorlopig wordt hij toch niet wakker. Oké. Pak aan, pak aan. Je kunt net zo goed met een olifant sjouwen. Wacht eens even. Wacht eens. 1, 2. Pak een beetje mee aan. Die knaap is niet te tillen. Niet zo somber, Blinkie. Ja, stik nou gauw en die knul weegt minstens een ton. Ja, samen dan. Kom op, Blink. Doe niet zo slap. Zo. 1, 2. Hoppela! Zo.
zeg, Blink. Huh? Duurt die verdoving lang? Was maar een beetje chloroform, een paar uurtjes. Zo, kom. Ja. Het hele huis is in opschudding. Er is ingebroken vannacht. Toch niks uit de keuken gejat? Nee, stommerik, de geldjes van de directeur. Is dat alles? Als ze maar met de tengels van het eten afblijven. Tjonge, jonge, 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 jonge. Griebeltjes. Dan heb ik niet gedroomd. Ik heb die kerels vannacht echt gezien. Ik moet met de directeur. Zeg, Turf, ben jij een haartje betoeterd? Ik wil... Wie loopt er in zijn pyjama rond door het internaat? Het is dringend, meneer, ik weet... Jij weet niks. Jij gaat naar je kamer. Jij gaat je aankleden. Maar luister nou toch eens. Of ik zeg onmiddellijk... Gebeurt het ook. Ja, naar maar... je kamer. Of. Nou en. Vooruit. Stom gedoe. Ja, inspecteur. Vanger. Alle schoolfondsen zijn verdwenen. Wat zegt u? Hoeveel? Een ogenblik. Oh. Denk toch om een hersenzaak. Hij wil weten hoeveel. Oh. 11.084. 11.084. Wat zegt u? Ogenblik. Is dat precies? Nee, dat is niet precies. 11.084 gulden en 76 cent. 11.084 gulden en 76 cent. Oh, is dat de moeite waard? En u komt direct? Ja, ik luister. Zegt u het maar. Maak open. Ja, wat is er? Ik moet u dringend iets vertellen. Daar heb ik nog geen tijd voor. Maar het is belangrijk. Dat kan wel zijn, maar er zijn nog belangrijke dingen. Auw! Hebben jullie ooit zo'n stomme kever gezien? Hoi, zeg jongens. Jullie moeten me helpen. Ach man, geen tijd. We zijn nu al te laat. We moeten op kampoefening. Hey jongens, ik weet wie... Billy Seur niet. Dan moet je wel snoep hebben. Nee, maar ik weet wie... Wacht. Stelletje stomme kevers. Wat een hetzelfde liedje. Hallo? Ja, hier met mij. Welke mij? William Pieter Durf. Ha, die Billy, hoe gaat die? Niet zo best, je moet me helpen. Alles is hier in reparatie. Er is ingebroken door Deuk en Blink. Deuk en Blink, die twee van verleden jaar? Juist. Waarom vertel je het niet aan de directeur? Ja, dan moet je maar de kans voor krijgen. Wil je me helpen? Tuurlijk, Bill. Luister dan. Wij weten waar die twee wonen. Laten we erop afgaan, goed? In orde. Ik kom meteen naar je toe. Hier is het, Billy. Ja. Kom. Kom nou. Ja, ja. Alles goed begrepen, Bill? Jazeker. Dan volgens plan erop af. Zullen ze eens flink te pakken nemen. Thank you.
Wat moet jij hier? Wat is dat? Deuk, kom eens! Wat is er aan de hand? Dat was dat dikke joch uit het internaat. Hij heeft me geschopt. Waar is die heen? Die kant op. Blijf jij hier op de centen passen. Kom op, Kobus. Hier met die centen. Die kerels zijn we nog lang niet kwijt. Kinderen zijn Ben en Harry op kampoefening. Laten we ons daar verbergen. Ja. Hé, daar heb je ze. Ja, erin. Hé, jongens. Bill, Jos, wat komen jullie hier doen? Dat is een heel verhaal. We moeten ons verbergen. Er zitten een paar kerels achter ons aan. Heel allemaal uit. Wacht. Ik weet waar ze zijn. Kom mee. Laat ze maar rustig komen. Waar zijn ze? Hoe bedoelt u? Doe niet zo stom, jochie. Brink, denk eens even in die tent. Niet. Rustig blijven jullie. Alle twee. Eruit, kom maar tevoorschijn. Hey. Ja, jij ook. Schiet op. Hou Jan er thuis. Ja. En nou hier met die centen. Ik zeg hier met die centen, anders klapt het. Ja.
Dat was een goeie van jou, Billy. Mm-hmm. Dat is dan weer netjes opgeruimd. Dat wou je ons vanmorgen vertellen. Nou ja, een les voor jullie. Voortaan beter luisteren als oom Billy spreekt. Wat doen we nu, Billy? Ik zou zeggen, een hapje eten. Mm. Waar is hier de dichtstbijzijnde lunchroom? Ik zou het niet weten. Nou, dan volg mij maar. Ik heb een fijne neus voor die zaken. Kom. Op naar de eettent. Hopelijk hebben ze een grote voorraad. Dat hoop ik ook. Ik graas die hele tent leeg. Ik krijg toch ook nog wat, hè, Billy? Nou, zeker, jongen. Geurt, en dan nu vlug.